Maarten en Lize maken vandaag in één dag een verre reis. En niet zomaar een reis, een reis door Afrika. En dat gewoon in Bergendal, vlakbij Nijmegen. Hier ligt het Afrika Museum. In de collectie van traditionele en hedendaagse kunstwerken zijn onder andere veel beelden te zien. En elk beeld heeft zijn eigen bijzondere verhaal. Heel bijzonder. Ja, gaaf joh. Dit is een zogeheten krachtbeeld. Het beeld behoorde toe aan een hele dorpsgemeenschap en was zo krachtig dat hij onder toezicht werd bewaard. De spijkers en andere voorwerpen werden erin geslagen om het beeld op te laden. Deze beeldengroep wordt ook wel de nachtwacht van Haiti genoemd. Ja. Lijkt er ook wel een beetje op. Hè? Lijkt er ook wel op, ja. Als je het zo vergelijkt. En voor de hoofden hebben ze echt de schedels gebruikt. Echt? Naast de vaste collectie zijn er ook wisselende tentoonstellingen. Tot en met 27 september is bijvoorbeeld deze prachtige collectie portretten van inheemse mensen te zien. Topfotograaf Jimmy Nelson reisde jaren de wereld over om deze mensen op hun mooist vast te leggen. Spreekwoorddeksels. De vrouw die kan dan aan haar man duidelijk maken als ze ergens over ontevreden is, zonder dat ze het hoeft te zeggen. Dat is nog eens een creatieve manier van ruzie maken. Zodra je naar buiten loopt, is het alsof je echt in Afrika bent. Hier is een aantal Afrikaanse dorpen en woonerven nagebouwd. Is toch een beetje leuk ingericht, Maarten? Het lijkt wel de studentenkamer zo. Ja. Ja, volgens mij heb ik daar iets over gelezen. Hè? Dat, volgens mij is dat niet een ruimte waarin de mannen bij elkaar komen om te vergaderen. En het is ook bewust zo laag dat als ze dan boos worden, als ze dan zouden opstaan, stoten ze hun hoofd. Oh ja. En er is ook een kinderbeeldenbos. Dus als je kinderen iets te veel energie hebben gekregen, bijvoorbeeld van dat krachtbeeld, kunnen ze die hier weer kwijt. Het zijn paalwoningen uit Benin. Ik zal mijn hele leven op het water wonen. Nou ja. Rechts was ingericht als een woning, toch? Laatst weer net. Ja. En dit is niet alleen hoe ze jaren geleden in Gavier leefden. Het dorp in het Afrikaanse Benin ziet er vandaag de dag ook nog zo uit. Toch handig dat je geen vliegticket hoeft te kopen om te zien hoe ze daar leven.